Deze laatste sessie wilden we vooral ook delen wat er gebeurd is sinds eigenlijk een half jaar. Met de start van het programma, eigenlijk de vervolgpraktijk. Dat is het plaatje wat ik al eerder vandaag liet zien. Vat dat samen, het programma naar een nieuwe praktijk. De komende dik 2 jaar gaan we daar gas op geven. En ik wilde graag jullie meenemen in een op zich compact programma om even te gaan van waar staan we nu, waar kwamen we vandaan en wat voor projecten zitten er nu aan te komen. Wat gaan we de komende tijd doen? Met ruimte voor vragen, opmerkingen. Misschien is er vandaag wat gaan kriebelen, jeuken of zeg je nou dat moeten we echt gaan doen. Er wordt hardop meegeschreven, dus dat is ook direct input voor het vervolg. Ik wilde starten om, we hebben helaas wat... mensen die verkouden zijn of die andere verplichtingen hadden er graag bij willen zijn vandaag. Waaronder een aantal stuurgroepleden die ik ook had bedacht. En die gaan dan een verhaal vertellen. Maar niemand minder dan vanuit de thuisfront Wageningen, denk ik, Bert. Jij bent voor ons hier rechtsonder duidelijk zichtbaar. En dadelijk als je gaat spreken ook nog hoorbaar. Wil jij ons nog eens meenemen in het belang? We hebben dat... in meerdere perspectieven gehoord vandaag, maar ook het belang, het bredere belang van de prognose, de afvalwaterprognose, maar ook de samenwerking die we daaraan doen. Hoe kijk je daarnaar en hoe, als ook onderdeel van de stuurgroep voor dit programma, hoe wordt daar nu aan gewerkt? Ja, dank je Maarten. Ik wou eerst even een correctie plegen dat ik de laatste ronde zou missen. Jullie denken dat ik aan de thee zit, maar de borrel is hier gewoon al om 9 uur begonnen natuurlijk. En niemand die dat kan controleren. Ik ben blijvend enthousiast over 21 waterschappen, HWH en STOA, die gezamenlijk een programma neerzetten. En dat klinkt makkelijk en ik ben er zelf al bijna aan gewend. Maar... dat was niet makkelijk en ik zal jullie niet met financiële en organisatorische hobbeltjes lastigvallen. Dat is nog wel blijvend zoeken en we vinden daar steeds oplossingen voor. Maar inmiddels is dat toch al zo ver dat er ook bij STOA en HWH gekeken wordt. Zouden we dit model van deze samenwerking van het begin af aan in een gezamenlijk programma met allebei onze eigen verantwoordelijkheden, kennis en doelen... maar wel van meet af aan samen is dat niet een model wat we verder uit zouden kunnen rollen voor andersoortige projecten. En eigenlijk is dat een van de grootste winsten van dit programma. Wat we willen als stuurgroep en waarom we de stuurgroep ook in het leven geroepen hebben, is een verbreding. We hebben in het eerste traject hebben we vooral met betrokken... kenniswerkers van waterschappen een enorme slag gemaakt en niet te onderschatten discussies die soms vertragen, maar je moet vertragen om tot betere resultaten te komen, want samen kom je echt verder. Alleen ga je soms een beetje sneller, maar met z'n 21 komen we echt verder. Een van de grootste belangrijke doelen is dat we buiten die kern van de COP-mensen, de direct betrokken waterschappers, we om ons heen moeten kijken, onze blik moeten verbreden naar zuiveraars, naar hydrologen, naar rioleurs. De meeste rioleurs zullen hier wel op de een of andere manier aan tafel zitten. Naar mensen die op grondwater, waterkwaliteit, verzin het maar. Dat is dan alleen nog maar binnen het waterschap. Wij doen dit niet alleen voor onszelf, wij doen dit voor onze zuiveraars, voor gemeenten, voor waterkwaliteitsmensen enzovoort. Die verbreding binnen het waterschap is nodig en daarnaast is er een externe verbreding nodig. Deels omdat we daar kennis vandaan halen, CBS, drinkwatersector. Deels omdat we ook daar tweerichtingsverkeer is. Met RioNet is dat heel triviaal. We hebben elkaar gewoon nodig om tot goede gegevens, goede analyses, goede producten te komen. Dat wil niet zeggen dat ik ben altijd ik wil graag die kern van die 21 waterschappen houden, alsjeblieft. En tegelijkertijd moeten we om ons heen kijken en die cirkel durven verbreden. En dat doen we ook.
grootste uitdaging is om inderdaad aan te blijven sluiten bij al die verschillende. Het gaat over IT, het gaat over zuiveren, het gaat over waterkwaliteit, het gaat over riolering van de gemeente, het gaat over drinkwater, watertekorten, verzin het maar. Alles komt eigenlijk hier samen. Met twee grote lijnen erin, de korte klapper, de korte termijnen en de lange termijnen. Het eerste deel van het programma was heel erg over die lange termijn. Hè. Dat gaat over eigenlijk een fundament, bijna letterlijk. GWSW, standaarden enzovoort heb je nodig voor prognoses, maar zelfs verder dan dat. Hè. Dit is gewoon echt een fundament onder data gestuurd werken. Of dat nou prognoses zijn, of dat nou sturing is, of dat nou WOP-verzoeken zijn die op je afkomen. Zo'n fundament hebben we nodig. Hebben wij nodig voor onze prognoses, maar heeft een groter doel dan alleen maar die prognoses. Daarnaast moeten we oppassen dat als we te veel alleen maar op die lange termijn zitten en over 5 jaar hebben we die standaardendiscussie een klein beetje op de rails, dan verliezen we helaas de wedstrijd. We moeten zorgen dat we een aantal goede, nuttige, toepasbare, korte klappen kunnen maken. En dat hebben we gedaan en daar zijn we mee bezig. Daar gaan we in die tweede tranche zeker mee verder. Zo'n tool riool vreemd water en discrepantie die we in eerste tranche gedaan hebben, die krijgt een slagroom en kersen in de tweede tranche. Het Digit programma waarbij we met een GeoViewer een hele reut databases aan elkaar gaan zetten. Dat zijn korte termijn zaken waarmee we binnen een half jaar, een jaar, gewoon producten neer kunnen zetten die bruikbaar zijn voor onze sector. En ik hoop het enthousiasme, laatste nog, we willen dat enthousiasme van de waterschappers alsjeblieft hebben en houden. Zonder dat zijn we helemaal niks. Tegelijkertijd moeten we oppassen dat mensen hebben gewoon maar 24 uur een dag en die hoef je niet alle 24 uur te werken. Een opluchting, jongens. We zijn driftig op zoek, en dat is bijna rond, dus vanochtend ook gemeld, met ondersteuning. Zodat we jullie een klein beetje kunnen ontlasten en we meer kunnen bereiken in kortere tijd met hetzelfde enthousiasme. Hartstikke goed. Bert, mooi ook al een aantal zaken aangestipt waar we dadelijk wat dieper op ingaan. Ik ga dadelijk ook twee van jouw collega's stuurgroepleden nog wat bevragen. Stuurgroep is vol enthousiasme aan de bak, hè? Maar met een opdracht om niet alleen zeg maar dit programma tot een succes te maken, maar zelf ambassadeur te zijn en de implementatie ook te doen. Hè? Want dat is een belangrijke sleutel, zien wij. Je kan mooie projectresultaten, pilots en tools neerzetten, maar als dat ergens in een kast belandt, dan heb je er alsnog niks aan. Dus de stuurgroep heeft in die zin een meervoudige opdracht. Naast een succesvol programma ook die implementatie. Kun je daar al iets over zeggen, hoe ze daar naar kijken? Ja, ze zien dat de mensen hoe jullie daar naar kijken misschien. De mensen die in die stuurgroepen zitten, zitten er ook vanuit hun rol in bijvoorbeeld de VVZB. Vanuit hun rol in het IT-platform van de waterschappen. Zodat gewoon persoonlijke verbindingen tot stand komen voor de inhoudelijke lijntjes. En op die manier zorgen we dat we dubbel doen, vermijden, zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en de vragen van die verschillende sferen die eigenlijk onze producten zouden moeten gebruiken of aan wie wij toeleverend zouden moeten zijn, tegen van welke kant je het bekijkt. Dus die persoonlijke verbindingen hebben volgens mij de stuurgroep redelijk netjes voor elkaar. En zorgt voor breder draagvlak en makkelijker implementatie. Dat is eigenlijk ook een soort winstwaarschuwing of een aanzet tot, joh, we gaan de groep die we hier nu gecommitteerd aan tafel hebben en al eerder mee heeft gedaan, uiteindelijk echt verbreden tot iedereen die hier wat mee te maken heeft. Ik ga even naar jouw collega stuurgroeplid Anneke Spijker van het Waterschapshuis. Die heeft in die zin voor de implementatie richting de IT-kant een hele belangrijke rol. Hoe zie jij die verbinding ook? Heel graag. Nou, je mag erbij komen, dan zien we wat. Maar pak hem gerust over. Hoe belangrijk is die IT-kant en met name richting implementatie ook?
Ik denk dat dat heel belangrijk is, zolang IT en de echt het primair proces nog best wel gescheiden zijn van elkaar. We hebben de mond vol van digitale transformatie, maar ik zie altijd nog een e-platform en de hoofden INA die langs mijn programma's heen mogen adviseren aan mijn stuurgroep, daar waar wij samenwerken binnen het waterschapshuis aan de informatievoorziening. Dat is onze rol. Wij werken samen met de STOA, daar zit de kennis. Wij zijn beter. Beter wil ik niet zeggen. Wij kunnen goed beheren en wij kunnen ook zorgen dat die data er komt, ook richting het CBS. Alleen wat voor mij heel belangrijk is, dat ook de waterschappen die hier zitten, hun hoofd IT, INA, hoe dat heet, aangehaakt houden. Want zij krijgen op een gegeven moment te maken dat wij toch gaan samenwerken met jullie eigen informatievoorzieningsstructuur. En dat soms staat het in de cloud en is het heel makkelijk, maar soms ook helemaal niet. En dat is mijn rol om te zorgen dat ik de hoofden INA ook aangehaakt hou. En ik ga voor het programma Waterketen ook nog kijken met de experts die intern mijn programma ook nog voor prognoses adviseren. Om te kijken hoe we de governance beter kunnen inrichten. Want dat blijft in een samenwerking toch wel best wel ingewikkeld. Wie mag nou waar een besluit overnemen? En hoe zorgen we dat het goed geïmplementeerd kan worden? Ja, dus eigenlijk op programmaniveau een opgave om te implementeren. Maar eigenlijk aan elk waterschap een oproep. Ga ook intern zorgen dat jouw implementatiemachinetje in ieder geval weet van dit gaat er aankomen. En soms kan het helemaal zonde. Maar mijn ervaring is als wij ervoor kiezen van we zetten dit in de cloud. Is er altijd wel een waterschap. Tenminste, er was één waterschap die zei, wij mogen niet in de cloud werken. Dat kan ik aan de voorkant moeilijk zien. Is natuurlijk niet heel slim. Maar ik kan niet altijd 21 waterschappen gaan vragen, wat is jullie IT-beleid? Of wat mag de informatiekundig? Wij zorgen dat alles wat wij doen binnen het waterschapshuis, dat het voor 21 waterschappen herbruikbaar is. Helemaal goed. Er is een vraag. Kom naar je toe. Als we INA meer zouden, ik snap dat het handig is als we ze meer betrekken. Maar is het dan ook niet handig dat er een keertje een middag of een dagje, zoals dit wordt georganiseerd, maar iets meer toegespitst op INA, zeg maar, wat wordt er verwacht van INA bij elk waterschap? En dan kunnen we best kijken of we die mensen ook kunnen betrekken. Nou, zo. Ja. Heb je vandaag een mooi onderwerp gehoord? Damo AWK. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar dat soort dingen. Zeg maar, ik weet dat er veel projecten lopen. Maar aan de andere kant weet ik ook weer niet of het interessant zou zijn voor een manager om er vandaag precies bij te zitten. Want het is toch behoorlijk inhoudelijk op rioleringsgebied. Ja. Iets minder op data. Nou, het gaat wel veel. Nee, maar Damo AWK zou mooi kunnen zijn. Want er zijn veel collega's van onze INA-afdelingen die daarmee bezig zijn. Die 4 maanden, Mark, had je dat in je eentje, deed je die klus? Of heb je ook je INA-collega's nodig gehad? Mark is namelijk voor de instappers al 4 maanden bezig om een Damo AWK een beetje te exporteren en goed te regelen. Ja, die heb ik heel hard nodig gehad. Ik zei vanochtend al, we zijn van Damo 1.5 naar de nieuwste gegaan. En dat betekent dus ook dat er de hardware en de geo-server bij ons alles moest geüpgraded worden. Dus die zijn al echt, die hebben flink wat werk moeten verzetten voordat ik inhoudelijk überhaupt wat kon doen. Dus ja, die heb ik heel hard nodig gehad. Dus die oproep van Anneke is een mooie en ik denk een hele goede suggestie om daar misschien dan veel specifieker een uitnodiging op hun gericht te doen. Anneke? Ja, zeker. Ja. Ik ben vorige week bij alle hoofden INA geweest om uit te leggen wat wij doen. 1 voor 1? Nee, ze zaten allemaal gelukkig bij elkaar. Arends in Utrecht. Nee, Amersfoort was het. En ik heb ze daar uitgelegd, tenminste in een grote lijst van met welke projecten we bezig zijn. En ook gezegd, en vooral aan de waterketenkant waar prognose speelt, dat er moppen zijn van de experts in mijn wereld. Dat de experts zeggen, dit hebben we nodig. En dat het hoofd INA langs mij heen adviseert, dat kan niet. Dus dat is ook heel verwarrend voor het bestuur van het waterschapshuis. Welke kant moeten we nu opsturen? Zijn we met goede dingen bezig? Dus wij proberen dat te doen in die groepen die wij tegenkomen. En het is ook fijn als jullie je hoofd INA meeneemt van, hé, maar dit hebben wij nodig. Ja. En anders hoeft niet in 1 keer. Nee, hartstikke goed. Dankjewel. Mooie oproep en aanvulling van die van Bert om inhoudelijk ook met partners te gaan samenwerken. Zoals we er al aan te gezien hebben vandaag. Maar ook in huis die verbreding te doen. Dankjewel. Werd ook al genoemd. Vanochtend heeft Rinder al volgens mij een klein tipje van opgelicht van de ondersteuning. Jullie zien hem hier. Als je goed kijkt, heeft hij zo'n roeptoeter in zijn hand. En
Hij heet regisseur of integraal manager. Hij is in ieder geval een belangrijke aanjager. Emiel en Rien zijn namens de kerngroep en de stuurgroep na het opstellen van een profiel aan de slag geweest om te kijken van hoe moeten we nou zo'n persoon gaan vinden en in gesprek komen. Kun jij ons een kleine inkijk geven zonder allerlei AVG-gevoelige zaken te delen, maar wel eventjes mee te nemen van wat voor type gaan we vinden en hoe staan we ervoor? Zeker. We hebben een profiel opgesteld die heeft deze zomer uitgestaan. Daar hebben we twee kandidaten op uitgenodigd om op gesprek te gaan. Die hebben we afgelopen vrijdag gesproken. Twee hele goede kandidaten met wel verschillende achtergrond en ook ervaringen. Met accentverschillen. En we hebben echt wel getwijfeld van ja, welke man hebben is nou het beste voor die rol van regisseur. En we hebben toch gekozen. Hè? Het waren maar twee man. Nou, ja. We gaan hem nog niet verklappen, toch, Emiel? Want dat is nog aan de stuurgroep. Dus, nee, maar we hebben wel gekeken van ja, toch die regisseur. We zochten wel iemand die goed in de breedte het speelveld kan overzien. Kan schakelen tussen bestuur en ambtenarij, zeg maar. Hè? Goed ook de afwaterketen kent, maar ook de gemeentelijke wereld. Dus echt die verbinder, zeg maar, tussen al die stakeholders die we in onze community actief hebben, de verschillende lagen. En ook wel ervaring heeft met dat programmamanagement. Want er gaan verschillende projecten lopen, die moeten allemaal aangestuurd en gemanaged worden, moeten over gerapporteerd worden. Ja, het is wel fijn als we iemand hebben die ook dat spel wel in de vingers heeft. Als Nou, we denken dat we een hele goede kandidaat daarvoor hebben gevonden. Dat advies ligt nu voor aan de stuurgroep. Als die daarmee akkoord gaat, kunnen we hem benoemen als zodanig en een contract met hem sluiten. Ja, ik verwacht dat volgende week al misschien wel die kant op kan gaan. Dus dat kan nu vrij snel gaan en dan kan die gaan starten. Ja. Ja. Dankjewel. En dat is in deze tijden van schaarste op de arbeidsmarkt en ook heel mooi dat we toch een goede kandidaat op het oog hebben en zelfs kunnen kiezen. Ja, en daarbij ook wel mooi dat we te horen kregen dat de beide kandidaten heel enthousiast waren om die klus te doen. Ook gezien het perspectief, de potentie van deze community, de relevantie waarmee we bezig zijn. Dus ja, is dat mooi. Super. Vanochtend hebben we ook al voordat we met de vier sessies gingen starten, al met de kerngroep bij elkaar gezeten. Ook even een update met elkaar gedeeld van waar staan we, wat hebben we te doen. Er komen na deze bijeenkomst in november waarschijnlijk nog een soort partnerbijeenkomst voor de stuurgroep en kerngroep met die stakeholders. Hoe ziet die strategische samenwerking er dan uit? En het voornemen is om daar omheen ook een aantal webinars te organiseren. Dus als je zoiets hebt van nou een onderwerp, dat heb ik wel. Ik wil graag wat meer van mijn eigen prognosepraktijk vertellen. Of ik wil wat meer weten van de prognosepraktijk van mijn buurman of een ander waterschap. Dan laat dat aan ons weten, aan Kees of mij. Dan kunnen jullie via de website en dan kunnen we dat ook gaan programmeren. Dat is hartstikke goed en leuk en laagdrempelig om die kennis te delen. Denk ik aardig is om even te kijken naar hoe zit dit. Dit programma hebben jullie misschien al eerder gehoord. Hebben we ook 17 mei min of meer gepresenteerd. Het laatste stuurgroeplid wat hier dan aanwezig is, dat is Rien. Of tenminste, je hebt eigenlijk meerdere posities daarin. Hè? Rien, kun jij ons nog eens even meenemen van we hebben dit programma opgesteld en daar akkoord op gekregen, ook dekking voor gekregen. We zijn dat nu aan het activeren, zou je kunnen zeggen, aan het invullen. Drie programmalijnen. Wat zie jij nou als belangrijke ontwikkeling daarin? Welke kant gaan we op en wat kunnen we dan ook de komende maanden verwachten? Waar wordt aan gewerkt? Misschien ook als oproep naar de community van dit zijn de onderwerpen waar je op kan helpen of waar we misschien ook nog wel input op nodig hebben. Nou, ik denk dat uiteindelijk we nu over 2 jaar moeten wel een duidelijker iets product hebben. We hebben heel veel deelproducten nu lopen. De kunst is om, ik ben even kwijt, Mark heeft dat van die viewer ook in deze setting gepresenteerd. Nee, dat gaan we zo nog even van hem horen. Oh, ja. Nou, in ieder geval, dat plaatje, dat is een soort van stip op de horizon waar we denk ik naartoe streven om dat te realiseren. Geografisch presenteren van de data, zodat je er analyses kan maken en goed met prognoses kan werken. Het zou mooi zijn als we daaraan werken met elkaar. Volgens mij kunnen we daar dit plaatje ook heel goed gebruiken. Dat zou ook mijn
pleidooi zijn dat iedereen dit plaatje als het ware meeneemt. Zowel naar je eigen organisatie, naar je databeheerders, naar je ICT-collega's. Om met elkaar het gesprek te voeren. Wat zijn we nu aan het doen en hoe kan je die verbinding maken? Dat maakt het binnen het waterschap duidelijk. Dit praatje heb ik toevallig vorige week in onze regio met gemeenten ook gepresenteerd. Dus ook op dat niveau kun je dit plaatje heel goed gebruiken om met je regio, de gemeente, het waterschap, dat gesprek te voeren. Met name om die vraag te beantwoorden die vanmorgen aan bod kwam van hoe verleiden we die gemeenten om te doen wat we willen dat ze doen. Maar zoals Mark terecht zegt, wij moeten ook doen wat wij dan moeten doen. Dus dat ja. is vice versa. Daar kan je dit plaatje volgens mij heel goed voor gebruiken. Dus dat is data, databeheerders en die verbinding naar keten, ICT-verbinding naar keten. En naar onze omgeving, de gemeente. En nou ja, we hebben nu ook verbreed met drinkwater, maar daar zitten we niet dagelijks mee om tafel, maar ook dat zal spelen. Toevallig hebben wij, zag ik net in mijn agenda, over een paar weken een of andere bijeenkomst met Vitens. Dus dan kan dit ook een heel mooie aanleiding zijn om onder een Vitens iets verder te krijgen dan wat ze nu doen. Maar goed, zo, en dat is bijna een vraag aan iedereen zoals hier zitten. Zie jezelf ook vooral even, als je het in ieder geval een goed product vindt, ambassadeur om dit uit te leggen, uit te dragen en met onderdelen te komen. En in programma Plan 2.0 gaan we natuurlijk een aantal dingen die we al ontwikkeld hebben verder doorontwikkelen. Maar zijn er ideeën en dingen om aan te haken en te verbeteren, dan horen we dat graag en dan kunnen we dat meenemen. Super. Er zijn sowieso een aantal projecten die al lopen of die ook nu vanwege personele bezetting niet op de agenda stonden. Ik zal een paar noemen. Het project Onzekerheid van Prognoses, waar nog een vervolg aan zit. Het gebruik van meetdata en de pilot data science die in het programma draaien. Dat zijn onderwerpen die we ook binnenkort op de agenda willen zetten om daar de kennis van te delen of de voortgang van te delen. Dankjewel. Mark. Je werd al een paar keer genoemd, GeoViewer. En eigenlijk een uitnodiging om een kleine introductie te doen van een project wat er aankomt. Een plan van aanpak is vanochtend besproken. Daar geven we nog wat feedback op, wordt uitgewerkt. En dat brengt eigenlijk heel veel van de inspanningen die we hebben gedaan samen. En dat was een behoefte eigenlijk om veel meer gebruik te maken van wat er al is. Deze. Dank. Een hele hoop van onze deel producten zijn net al de revue gepasseerd. Wij hebben best wel wat als COP als het gaat om data en informatie, maar het blijft nog wel te veel steken in de projecten of in de tools of in de digitale ma, hoe je het maar wil noemen. En dus natuurlijk belangrijk dat wat wij hebben, dat we dat in ieder geval delen met de waterschappen, zodat ze zelf ook gewoon de ingrediënten hebben om afvalwaterberekeningen, prognoses te gaan maken. En ook met de gemeente. We hadden net een mooi verhaal van Jeldrik. Die gaf ook aan dat ze het hele, dat we voor heel Nederland hebben de zuiveringseenheden, plus de kentolen, plus drinkwatergebruik. Nou, dat is een fantastisch mooie bron gegeven om te gebruiken. Dat willen we gaan delen. Dat willen we gaan doen met een viewer. Die data die willen we wel gaan delen via een geo-server, zodat het goed vrij kan worden onder de waterschappen. Zijn we ook bezig om de bevolkingsgroei inzichtelijk te maken per gemeente. Is dat al beschikbaar? Je kan mooi in kaart beschikbaar brengen. Ruimtelijke berekeningen maken, waardoor het ook per zuiveringskring of eenheid inzichtelijk wordt. Inge, zit je te lachen? Inge en ik hebben een webcam dingetje vandaag. En ons webcam dingetje is dat... Want wij lachten eerder vandaag. Ik heb een afstandsbediening voor dat ding. En dan kunnen we een beetje mikken. Eerder vandaag hadden we Jordi. Die paste prima in het frame. Maar jij bent van ander postuur. Nee. Dus het gaat over niks. Maar het is... bij deze delen we dat. Excuus. Dit is wel een opmaat. Het zijn die we gaan maken en willen presenteren en zichtbaar maken in Viewer. Zo hebben we ook een mooie tool, de discrepantie in jouw veenwater tool. De wereld aan grafieken en getallen. Nou, ook dat kan je mooi kaartmateriaal inzichtelijk maken. Waardoor je voor je
van hé, hier heb je veel die over in het water. Of daar heb je wat. Zeker in ieder geval, ik zag Michel Slootweg net het schermpje. Natuurlijk ook een hele belangrijke bron. En natuurlijk misschien wel de belangrijkste bron die we al een paar keer in de revue hebben gezien. Damo AWK, dat wordt ontsloten via het gegevensknoop in water. Ook de gegevens vanuit de regulering van de gemeente, GDSW-standaarden. In de GDSW-server, dat komt samen in de PDOK. Nou, ook die data willen we natuurlijk inzichtelijk maken, maar gaan we niet kopiëren. Het gaat direct in het viewertje. En belangrijk is ook dat wat we dan hebben, dat het dan in een viewer inzichtelijk is, maar dat het ook allemaal ontsloten kan worden in onze systemen. Waterschappen gebruiken, GeoWeb, of ArcGIS. Daar moet het gewoon goed in open te openen zijn. En we willen natuurlijk de gemeente erbij betrekken. Dus dan moet je ook openstellen volgens standaarden voor gemeenten die geen ArcGIS gebruiken. Dan kom je op een OGC-standaard. Maar die data die willen we tonen, maar je wilt ook allemaal zelf kunnen downloaden als geopackers of dat je het in de viewer via een URL kan ontsluiten. Nou, dat is even een beetje een notendop waar we aan gaan werken. Belangrijk is dat het moet aanvullen op wat we hebben. Het is geen vervanging van systemen die we al gebruiken bij waterschappen. En dat we het echt goed gaan gebruik maken van die bestaande infrastructuur. Dus in ons geval DAMO, AWK en het die meer gaan ontsluiten. Ja, een nieuw project met een potentie om snel dingen te ontsluiten en ook verder te ontwikkelen. Twee vragen. Ja, ik vraag me wel af om dit voor elkaar te krijgen. Wat is dan de inzet die je per waterschap nodig zou hebben? Of is dit iets wat allemaal al beschikbaar is en wat jullie dan vanuit een projectgroep kunnen gaan realiseren voor heel Nederland? Of? Nou, de bovenste drie die zijn eigenlijk al beschikbaar. Of nou, deels beschikbaar en kan berekend worden en beschikbaar worden gesteld. In Z-Info zit natuurlijk een schat aan informatie. Dat moeten we met Michel Slootweg gaan overleggen, met de leidingsgroep, met de COP gaan kijken van welke informatie willen we dan ontsluiten, geografisch, want het wordt ontsloten via Z-Info, moet meer waarde hebben. En ja, de waterschappen zelf staan natuurlijk aan de lat om hun gegevens goed te ontsluiten via onze structuren. En ik hoop dat we hiermee dat ook gaan aanjagen, want we kunnen al wijzen naar die gemeente. Wij moeten het zelf ook doen. Ja, het idee is om met kleine sprints, kleine ontwikkelstappen, ja, steeds te kijken, ja, wat kan je opleveren, ja, hoe kan het gebruikt worden. Dus die iteratieve, ja, ontwikkeling zit er heel nadrukkelijk in. Dit kan al inzichtelijk gemaakt worden, dus daarmee wordt het ook meteen zichtelijk en misschien wel gevoelig dat je als één waterschap het niet ontsluit. Dus ik hoop dat ik een vliegwiel kan hebben. Ja, ik heb dan, ik zie nou, je hebt aan de bovenkant staat een viewer, ja, maar je zegt ook een geo-server. Ik ben nog wel benieuwd van, kijk, dat je een viewer hebt die dus al die verschillende bronnen ontsluit en je hebt één kaart. Dat kan ik volgen. Maar wat is dan de functie van de server? In de zin van, zit daar dan nog functionaliteit bij die dan echt nog op die server nog wat doet? Of hoe zit dat in elkaar? En, want ik kan bijvoorbeeld vanuit de GWSW, zoals Joris dat zei, daar heb ik geen geoserver nodig om die gegevens bij mij al in mijn ArcGIS te laten zien. Want nu komt er weer een stap tussen. Nou ja, in ieder geval, nou, ik ben wel benieuwd van hoe het dan precies gaat werken en in hoeverre het aanvult met wat we al hebben. Goeie vraag hoor, maar alles wat we dus al hebben en via de GWSW ontsloten wordt, gaat ook direct in de viewer. Net zoals het direct in de viewers gaat van de gemeente en de waterschappen. Dus dat ga je niet kopiëren. Maar andere bestanden die we hebben, als je die geografisch wil ontsluiten, dan heb je iets als een geoserver nodig. Want je kan niet in een viewertje een shape ingooien en dan ineens wordt het zichtbaar. Dan moet je het ergens neerzetten waar dan de viewer naar kijkt. Juist van een technisch verhaal, maar server klinkt misschien al zwaar, maar dat is gewoon een stukje wat nodig is. Maar nogmaals, je gaat niet, we gaan niet kopiëren. Dat moeten we niet doen. Gewoon vooral gebruiken wat we onze bestaande infrastructuur blijven gebruiken. Ja. En waar je met name dan geografische bestanden kan serveren. En daar kijkt een viewer naar. Maar je kan ook zeggen van,
downloaden en dan krijg je een Excel-tje of een geopackage of een je eigen systeem. Het is potentieel de echte etalage en ontwikkelomgeving waarmee we de producten die er zijn of in ontwikkeling zijn kunnen testen en kijken hoe kunnen ze gebruikt worden om uiteindelijk op een goede manier te landen in de basis bronbestanden en pakketten. Ja. Mooi, dankjewel. Leuk. En gaat een enorme boost geven, denk ik, ook voor het werk waar we mee bezig zijn. In ieder geval in de zichtbaarheid en het gebruik daarvan. Jij stelde een hele mooie vraag zo tussendoor. Ja, dit is allemaal ook wel heel erg inhoudelijk en heel erg op misschien wel detailniveau. Van hoe gaat dit nou daadwerkelijk, hoe gaan we dit nou uiteindelijk toepassen, al deze kennis en informatie in de prognoses die we moeten maken? Want we staan voor een enorme klus, toch? Nou ja, wat je ziet is dat ook in de gemeentes ook wat aan de hand is. En dat we eigenlijk niet goed inzicht hebben van wat er komt van de gemeente op lange termijn. En zeker als het gaat om bedrijven en daar ook het afvalwater van. Als je dat ook nog moet meenemen, dan is het altijd de vraag aan de gemeente van ja, hoeveel is het dan? En dat is vaak lastig. Dus die prognoses is ontzettend belangrijk. En heb je het idee dat we dan de goede kant op gaan? En dat je hiermee met de producten die hier in ontwikkeling zijn geholpen bent? Nou, wat ik eigenlijk nog mis, en dat is misschien al een keer gezegd vandaag, is dat we eigenlijk ook wel voor hetzelfde een keer de gemeentes aan boord moeten hebben. Ja. En daarmee ook duidelijk moeten maken van jongens, wij willen dit wel, maar hoe zitten jullie daarin? De gemeentes aan boord. Is de uitrol van GWSW een mooie aanleiding daarvoor? Of zien jullie nog een andere grote kans of uitnodiging? Of Bertie zegt wel eens, ja, we moeten het ook niet te snel te groot maken. Niet omdat, hè, want aan de andere kant is hij heel relevant. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, bij Delfland hebben we voor de zuiveringskringen verschillende waterketenteams opgericht. En dan voor het waterketenteam Harnerspolder, onze grootste zuivering, zijn we nu een project begonnen om echt ook op gemeentelijk niveau van al hun gemalen een prognose op te stellen. Dus gewoon echt in samenhang van de hele zuiveringskring. En gaan we kijken waar ontstaan knelpunten en hoe kunnen we daar als waterketenteam mee omgaan. Dus op dat niveau maken we nu dus, of gaan we nu gezamenlijk prognoses opstellen. En morgen hebben we ook een netwerkbijeenkomst van ons samenwerkingsverband. En dan doe ik ook een oproep dat ze hier ook een keer bij aan kunnen sluiten als ze interesse hebben bij de COP-bijeenkomst. Zeker, zeker. Ja, waarschijnlijk, wat is het? Wat was het jongens, 25 januari of zo? Maar die uitnodiging komt, leuk. Maarten, mag ik reageren op niet te groot maken? Ik zie absoluut het nut en de noodzaak om andere en zeker gemeenten, de gemeentelijke riolering, we kunnen helemaal niet zonder. En als we het over GWSW hebben, dat is de gemeente voor een belangrijk deel. Rionet streepje gemeente. Het gaat me erom dat de energie die we hier hebben met 21 waterschappen, als we hier 100 zoveel gemeenten naast gaan zitten, krijg je een hele andere dynamiek. En dat kunnen we prima een keer organiseren. En moeten we misschien ook wel doen. Maar ik vind die dynamiek zoals nu Delfland beschrijft, die is misschien wel spannender. Hè? Vanuit deze club, ja, ik ga met mijn eigen zuiveringskring, laat ik mensen aansluiten. En die hoeven hier dan niet aan tafel te zitten. En een volgende keer kunnen we prima iets organiseren waar gemeenten bij aansluiten. Maar mij is het heel veel waard dat met 21 waterschappen die we nu hebben, Die gezamenlijkheid weten te bewaken. Dat lukt wel met 21 waterschappen. En je krijgt gewoon een andere sfeer, andere dynamiek, ander doel. Wat we ook kunnen pakken als je er 100 zoveel gemeenten naast gaat zitten. Zeker. Volgens mij is het een mooie combi om zowel hier stap voor stap te verbreden en die partnerschappen op te zoeken als in zo'n waterketen. Want we is dan nadrukkelijk niet alleen we, de collega's van het waterschap. Dat is ook volle bak gemeente. Ja, het is juist heel veel gemeenten en vanuit het waterschap zitten we er met z'n tweeën. Dus en dan alle gemeentes die erop lozen en de drinkwaterbedrijven. Kijk eens. Zijn er meer van dat soort initiatieven die jullie zelf ook doen of die anderen doen? Ja? Ja, ik reageer voorzichtig, want dit is echt het begin van iets groots. Inderdaad, in de clusters afstemmen. En je wil als waterschap verschillende afspraken maken met gemeentes. En gemeentes hebben behoefte aan verschillende soorten informatie. En nou, Rijnland is bezig met dataportalen. En dan word je heel concreet. We zijn begonnen met ongereguleerde lozingen.
En dan merk je dat je een soort iteratief proces nodig hebt met de gemeente, waar de detaillering van de data dan plaatsvindt. En datzelfde, nou ja, bijvoorbeeld net hadden we het over grenzen van riool bemalingsgebieden. Je gaat samen voor de toekomst, hè, dus die gebieden moet je hebben en de verfijning daarvan. Dus in eerste instantie doe je het grof misschien als voorzetje vanuit de waterschappen, omdat we toevallig nu bij elkaar zijn. En dan de verfijning zit in de iteratieslag met de gemeente. En dan krijg je ook draagvlak over de afspraken die je met elkaar hebt. Hartstikke goed. Ik hoorde daar ook nog initiatief of niet? Ja? Hooguit de bevestiging dat juist die samenwerking met de gemeente, dat is natuurlijk heel belangrijk en daar doe je het eigenlijk mee samen. Maar dit soort tools, die helpen daar ook enorm bij, vind ik. Want ik pak ze er altijd, nou, wij zijn zelf ook bezig met dat, of Mark is al lang bezig met dat soort tools, denk ik, binnen ons waterschap. En die pak ik er altijd bij als we in gesprek zijn met de gemeente. En er komt zoveel uit als je dan de informatie van elkaar met elkaar combineert. Heeft echt zijn meerwaarde. En dat... is leuk. En de gemeente wordt er ook heel enthousiast van altijd, merk ik. Ze vinden het ook leuk om met ons af te spreken, om die gesprekken te hebben. Want dan gaat hun rioleurshart zelf ook wat harder kloppen, merk ik. Dus dat zijn leuke dingen. Ja. Tof, mooi voorbeeld. Misschien nog eventjes terug naar dat eerdere idee van we willen graag ook die IT-kant van die waterschappen betrekken. Eigenlijk 21, je had ze allemaal in Amersfoort gevangen. Maar eigenlijk wil je dan nog een slag dieper van wat hebben we te doen. Herkennen jullie dat onderwerp van DAMO AWK als misschien gewoon heel relevant, actueel en zeker ook een IT-vraagstuk om dat eens te agenderen? En als ik zie wat knikkende gezichten, dat is mooi. En dan is eigenlijk mijn oproep, of Anneke, jij wil... Ik heb nog een vraag, want ik maak mij zorgen over standaarden. Ik ben jaren lid geweest van het Forum Standaardisatie. Ik weet wat daar gebeurt en ik maak me ook zorgen over... of we dat wel goed in het snotje hebben. Het is niet alleen GWSW en OGC-standaarden. Maar het zijn ook al die andere standaarden die we als waterschap al gebruiken. En we hebben niet echt één instituut in Nederland die dat bewaakt. Geonovum is bezig met het ontwikkelen van een standaard voor de nationale digital twin van de fysieke leefomgeving. Daar krijgen we mee te maken. Dus ik zou behalve IT ook op zoek gaan naar mensen die ons hiermee kunnen helpen. Wanneer kies je nou voor welke standaard en hoe zit de overlap daarin? Want anders gaat ook onze informatievoorziening niet goed lopen. En bedoel je de standaard in het ontwikkelen van het prognose-instrumentarium? Ja, voor alles wat wij doen. En je moet kiezen. Dan maken we de goede keuzes. Want als we iets ingewikkelds nu gaan inrichten, moet je niet over een jaar zeggen, oeps, ik had wat vergeten of iets over het hoofd gezien. Moeten we dan nu op zoek naar al die in die 21 waterschappen naar iemand die daarvan is? Of moeten we dan weer direct teruglopen naar het waterschapshuis van standaarden? Nee, er worden intern waterschappen ook keuzes gemaakt om standaarden te hanteren. Of dat nu voor watersystemen of waterketen is. Maar we moeten snappen waarom sommige waterschappen bewust niet voor DAMO AWK hebben gekozen. Daar is een reden voor. Die hebben dan al wat anders. Of die hebben ooit een andere standaard gekozen. En laten we dan samen met de architecten van HWH eens kijken. Wat is er nog meer hier onder het maaiveld? Want daar is nog meer. Heel goed. Goed onderwerp, denk ik. Maar moeten we denk ik dan ook... praktischer maken met, oké, wat betekent dat? En is dan DAMO AWK het vertrekpunt? Of zijn er nog meer van dat soort datavragen? Wat ik hier altijd een beetje lastig aan vind, is ik heb dan het idee dat een standaard wordt gekozen, maar dat niet iedereen er echt aan meedoet. Is er dan niet een idee om dat gewoon op te leggen? Dat lijkt mij dan. Dat is misschien heel kinderachtig hoor, maar... Standaarden leggen we op, Europees. Bijvoorbeeld in Spanje. In Nederland, bijvoorbeeld de klik gaat altijd voor de portfoliolijst. Dus dan is het in een wet vastgelegd. En dat geldt ook met de omgevingswet straks. Maar we kunnen die niet op toetsen. Dus het zijn mensen die standaarden implementeren. En daaronder zit dus de portfoliolijst en standaarden van je zegt, dit is een goed idee. Ja, ze worden soms opgelegd, maar we hanteren ze niet altijd. Dat lijkt me bij uitstek een rol van die stuurgroep Rien. Gewoon even flink met de vuist op tafel. Joh, we hebben dit nou wel uitbedacht, maar nu gaan we het ook gewoon doen. Geen afwijkingen meer. Ga je die rol kunnen invullen? Voor een deel misschien, maar ik denk dat zomaar iets doordringen, dat werkt volgens mij ook niet. Dus je moet verleiden. Dus dat laatste moet je doen. En volgens mij doe wel... Ik denk dat het slim is om wel een volgende keer een sessie te hebben dat wij allemaal onze IT-collega's als het ware meenemen. En dat we dan met elkaar samen over die prognoses hebben. Dan gaat daar ook al iets gebeuren uiteindelijk. Ja. Heel goed.
En zijn er een aantal mensen die daar in het ontwerp van die sessie, of de uitnodiging, hè, als we het over Dame AWK, IT en Stadnaarden bij wijze van spreken als hoofdagenda item hebben, een paar mensen zeggen, hey, maar dat is wel leuk, ik heb al contact met mijn IT-collega, dus ik weet een beetje wat zijn taal of haar taal is, dat helpt al, of wat de beweegredenen zijn. Zijn er hier enthousiastelingen die zo'n sessie mee willen organiseren of even willen meedenken van hoe moet die uitnodiging eruit zien? Ja? Ja? Je keihard doorverwezen? Ja? Super. Ja. En die komt nu naar voren. Heel goed. Nou, daar gaan we over in gesprek. Super. Leuk, nog 5 minuten, dan kunnen we aan de bor en dan gaan we dit regelen. Top. Nog terug, gaat ons dit helpen hè, met die prognosepraktijk? Voedt dit programma jullie behoeften voldoende of sluit je daarop aan? Ik zie Mark, ja, dit is de goede richting. Ja. Hebben jullie nog zaken waarvan je zegt, nou die moeten eigenlijk zoals we nu dat programma aan het opbouwen zijn en een invulling aan het geven zijn, die moeten nog nadrukkelijk op de agenda. Die heb ik vandaag gemist of die mis ik helemaal in het programmaplan. Daar ben ik gewoon wel druk mee. Hè? Dat is 80% van mijn tijd. Dit is mijn grote frustratie. Daar zouden we een landelijke oplossing voor kunnen hebben of daar kunnen we een pilot voor starten. Niet omdat je dat nu dan direct uit moet poepen als idee en hup, dat brengen we in. Misschien ook even als oproep om op te kouwen. Eigenlijk is dat een oproep die we hier continu met elkaar op tafel hebben. Dus als je zegt van hé, daar loop ik tegenaan, daar wil ik iets mee. Breng dat in, deel dat. Dus dat is eigenlijk de oproep. Ik ga hem nog even naar Guido brengen. Ja, je zegt, je doet een oproep. Misschien is het wel een idee dat als mensen ideeën hebben van, ja, dit is iets wat landelijk, waar landelijk gezien baat bij is. En dat ben ik nu in mijn Uppie aan het ontwikkelen, maar dat kost zoveel geld en tijd. En misschien kan ik daar, weet je wel, bij de COP voor aankloppen. En dan komen daar bepaalde verplichtingen weer bij, weet je wel. Dan moet je wel je code delen en een presentatie komen geven. Dus is daar een bepaald format voor van oké, je hebt een idee, hoe breng je dat in, bij wie en wat zijn verplichtingen? We hebben nu nog geen format, we hebben dadelijk een regisseur, maar we hebben vooral ook een kernteam en die zit dwars door jullie heen. Er zit een stuurgroep dwars door jullie heen, dus we hopen dat dat direct aanspreekbaar is en dat we dat zo goed mogelijk en snel mogelijk kunnen opwerken naar iets wat dan zinvol is. Met zo min mogelijk verplichtingen. Bertie noemde al, we willen jullie ontlasten, zodat jullie het werk kunnen doen, maar wel mee kunnen denken op waar je aan wil bijdragen. Dus dat is eigenlijk de cryptische omschrijving. En voor de rest zou ik zeggen, stuur een mailtje en dan gaan we het gesprek aan om te kijken wie kan dat oppakken en hoe kunnen we dat opwerken. Ja. In de basis gaat de kerngroep, zoals we die hebben georganiseerd, over de inhoud. En de stuurgroep die beslist uiteindelijk over de middelen en de voortgang, dus de hoofdlijn. Maar daaronder ja, staat deze uitnodiging eigenlijk om het goede te gaan doen met elkaar. Even kijken, als ik dat concreet vorm zie, ik heb een idee. Ja. Weet je, ik zoek misschien wat mensen in de kerngroep op en zeg, zou het niet leuk zijn? Kijk of je een clubje kan vormen en dan breng je dat in bij de stuurgroep. Ja, dus, ja dat, maar en voor die tijd word je al geholpen als het goed is om, wat is dat voor idee? Hoe past dat in het programmaplan? Hebben we daar middelen voor en kunnen we daarin helpen? Ja. En dat kan via kerngroepleden en ik kan me voorstellen dat binnenkort, hè, anderhalve week, 2 weken, de regisseur daar ook een belangrijk aanspreekpunt voor kan zijn. Zeker. Ja, dus daar hoef je ook niet zelf in te leuren. Yes? Ja, en Maarten, ik geloof dat Guido was die de vraag stelde aan de stemmen. Ja. Doe er ook niet al te officieel over. Als je het echt niet weet, stuur een mailtje aan mij, aan Kees, aan Maarten, aan de nieuwe regisseur, aan Anneke. En dat maakt bijna niet uit. En in wat voor stadium dat is, maakt het ook niet uit. Als je een idee hebt, even, hoe moet ik er verder mee? Trek aan de bel en bekijken of en hoe en met wie we dat een plekje kunnen geven. Sowieso, en dat gaan we dus die SharePoint, we hebben een SharePoint-omgeving om onze gegevens en informatie te delen, maar ook een groslijst van acties en ideeën. Dus daar kunnen ze ook goed in terugkomen en kun je ook zien, daar wil ik bij aansluiten. Thomas.
Ja, laat vooropstellen dat ik een groot voorstander ben van standaardisatie en van datgene waar we hiermee bezig zijn. Maar ik zei net al, ik werk bij Waternet, een deel van mijn werk voor gemeente Amsterdam, een deel van mijn werk voor waterschap AGV. Meteen ga ik een deel van mijn spulletjes naar de GWSW server sturen. Een deel van mijn spulletjes gaan naar de DAMO AWK server. Ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen dan dat er overlap tussen gaat zitten. En we moeten met elkaar ook wel enorm gaan opletten dat niet zorgt die overlap zal er zijn. Het zal ook niet te vermijden zijn, maar dat er daardoor niet verschillen ontstaan op die servers. Ja. Ik denk dat dat in ieder geval iets is waar we met z'n allen voor moeten waken. Dus, Waternet zeker. Natuurlijk daar vrij uniek in. Ja, en ook een directe koppeling. Tussen waterschappen en gemeentes die daar gezamenlijke beuren in hebben. Bijvoorbeeld in Limburg. Helemaal goed. Hij staat genoteerd, Thomas. Ik dacht, ik ben een groot voorstander van standaardisatie in afspraken. Dus tijd is tijd. Het is nu 4:00. We gaan afronden. Dan zal ik hem zelf inkoppen. Volgens mij hebben we veel uitgewisseld. Jullie zijn weer bijgepraat. En praat nog verder door over heel veel ontwikkelingen. De kerngroep, stuurgroepleden kunnen jullie misschien meer vertellen. Maar ook breng eigen initiatief in. Dat is eigenlijk de grote oproep. We zijn los. Eigenlijk voor de tweede ronde, of de tranche voor de komende bijna 2,5 jaar. Het is een heel mooi ontwikkeltraject waar we echt naar die nieuwe praktijk toe gaan werken. Dus ga zo door, zou ik zeggen, met deze energie en inzet verbreden en ambassadeurschap naar hele toffe tools en 80% tijdwinst, omdat die data dadelijk op orde is. Dank jullie wel voor vandaag. Wij gaan hier fysiek naar de bol. Dag, laatste thuiskijkers. Dank ook voor jullie inbreng en betrokkenheid. Yes, graag gedaan. En Kees, goed zo.